Hallo mensen van GameXL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag weer eventjes een klein beetje caven. Wow. Op wereld 2 ben ik nu weer. Wereld 2 van mijn Let's Play. Waarom? Nou, gisteren deed ik livestream, was ik dood gegaan. Dus ik had even wat diamonds en wat XP nodig. Diamonds zijn lekker. 12 diamonds. Wacht even, ik ben zo terug. Ja, daar ben ik weer. Was even kort onderbreking, sorry. Maar wat ik jullie wou laten zien. Ik heb het op de wiki opgezocht, maar moest je kijken. Er zijn monster eggs, daar komen silvervisjes uit, dat weet ik zeker. En, sterker nog, ik heb er hier nog eentje. Twee zelfs. En dat betekent of er is een stronghold dichtbij. Of ik zit gewoon in Extreme Hills. Want op de wiki staat het volgende. Silverfish are hidden in monster eggs, most often found in strongholds, but occasionally found beneath extreme hills. Dat betekent dat ze meestal in strongholds zijn te vinden, maar ook in extreme hills. En aangezien dat ik de biome extreme hills ben, zou dat best kunnen. Maar ik heb er al een paar meer gevonden, dus het is wel... Ik zit wel echt zo van, dafu. Maar ik ga hem even killen, want... weg. Ik ga ze wel killen natuurlijk, want ja, anders dan... Wow, 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 wow. Moet je kijken hoeveel. Oh my god. Wow. Er zijn wel superveel. Hier zit er nu zeker ook eentje los. Nee. Wow, er waren wel echt superveel. Dus of er is hier een stronghold in de buurt... Of het is gewoon omdat ik in Extreme Hills aan het cave ben. Dat ik het daarom tegenkom. Ik hoop eigenlijk natuurlijk op Stronghold. Dat zou natuurlijk wel chill zijn. Ga weg, skeleton. Niemand mag jou. Maar ja, dat is dus... Dat ik jullie sowieso wel laten zien dat ik weer wat diamonds heb. Level 26 is dus alweer bijna enchant level. Dus ik ga daar ook weer enchanten... Super veel zombies hoor ik. Maar ja, dat wil ik niet even laten zien. Ik vond het nogal raar, eerlijk gezegd. Maar toen, ja, ik heb het gewoon op de wiki opgezocht. Dat ik wou weten wat er aan de hand was. En wiki zegt dat dat ook kwam omdat het in Extreme Hills soms ook voorkomt. Die blokken. Dus vandaar. Oh, kijk hem slapen. Wat schattig. Ja, dus daarom. Maar ik wil het nu weer uit. Ik wil... Hey, emeralds. Nice. Die heb ik ook al. De 8. Een 3 wou ik zeggen. 8 heb ik al. Wauw, hier ligt nog zoveel om mee te nemen. Jou neem ik niet mee, creeper. Ga weg. Stomme creeper. Maar, er zit een skeleton dus achter me, hoorde ik net. Maar ik ga dadelijk dus gewoon terug naar huis. Oké, even een nieuwe torch maken. Zo. Oh, gek. Ik schrok kapot, man. Zombie. Ik hoorde zombie. Ik denk die is hier. Draaide ik me om, stond hij in één keer achter me. Gek. Oh, hoeveel gold heb ik al? 20. Dat is niet zo heel slecht. 20 pas. Ik dacht dat ik al veel meer had gehakt. Zit hij bijna beneden. Zal ik eens even kijken wat hier dan allemaal te doen is. Niet veel, hè? Oh, hier zag ik een chest staan. Diamonds! Nice. Woe. Echt iedere diamond die ik vind is nice. Want ik ben gisteren gewoon 2 diamond pickaxes kwijtgeraakt. Eentje met Fortune 3, Efficiency 4 en een Breaking 3. En 1 Efficiency 4 en een Breaking 3 pickaxe. Lekker. Nee, dat was echt balen. Maar goed, ik ben nu gewoon aan het caven om die
diamonds terug te krijgen. Diamonds heb ik alweer bijna terug. Althans, die heb ik eigenlijk al ruim terug, want ik heb er nu 13 jaar. Hier was toch nog meer gold, dat wil ik even pakken. Ah, hier. Maar dan ga ik daar gewoon naar mijn huisje en dan zie ik jullie bij mijn huisje. Ik weet niet wat ik nog ga doen. Ik denk nog een beetje voorbereiden natuurlijk op... voor morgen. De zoveel, de 500 subs special livestream. Die komt morgen, dus daar moet ik me eigenlijk nog een beetje op voorbereiden. Qua stuff verzamelen en zo. En dat ga ik dan dadelijk ook misschien nog doen. Weer een creeper. Ga weg, creepers. Ik haat jullie allemaal. En daar ben ik al keer geweest. Oeh, nog meer gold. 32 gold alweer. Bam. En ik heb alweer een, meer dan 2 stacks iron. Dat is ook nice. Oh, ik heb nog een pickaxe. Lapis neem ik ook gewoon mee. Gewoon wat kan. Spiders, daar wil ik eigenlijk het liefst niet mee te maken hebben. Ik heb 18 rails. Laat ik een stack rails in totaal meenemen. Dat is altijd al makkelijk. Dat heb ik op een gegeven moment toch nodig. Zeker als ik straks die villagers wil transporteren naar het plekje waar ik ze wil hebben. Dan heb ik wat mine tracks nodig. Dus dan... Oeh. Het ziet er diamondachtig uit hier. Oh, geen diamonds. Ik hak dan altijd een beetje in het rond. Kijken of de diamonds tevoorschijn komen. Maar, zo te zien niet. Meestal zitten ze ook wel eens onder redstone. Maar. Nee, nu niet. Level 27. Ga weg, Kripper. Hey, nog één. Jezus. Oké, ik ga het hoogste punt proberen op te zoeken. Ondertussen neem ik nog wat iron mee. Maar dan, als jullie er niet bij zijn. En dan zie ik jullie weer terug als ik terug bij mijn huisje ben. Of in ieder geval... Hallo allemaal, welkom terug. En ja, ik ben bijna thuis. Dat is wel nice op zich. Daarheen nog. Ik heb de waypoint trouwens gezegd, want mensen zeiden dat dat mocht. Waarom heb ik de village waypoint nog steeds? Wacht, die zou ik even weg doen. Of... Zo. Het valt op zich wel mee met de monsters op het moment. Nu spannen er een paar, dat klopt. Hey, zombie villager. Hallo, zombie villager. Ik heb nog geen poisons, dus kan jou niet naar een gewone villager maken. Oké, okay, als ik heel snel ben, kan ik meteen slapen. Nee, dammit. Hij was te dichtbij. Hé, hey, ga eens weg met je shovel. Kom dan. Super veel spiders. Fuck jou spider. Fuck jou zombie. Kom hier dan. Spider. Nee. Dat gaan we niet doen, hè. Geen creepers in de buurt. Oh. Yes, ik mag slapen. Woe. You may not rest now. There are monsters nearby. En dat zag ik zelf ook wel. Nou, laat ik even wat kool hierin douwen. 8. Zo. Dat is voor die. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ja, ook goed joh. Zo. En deze zit nog ergens bij. Zo, en dan hier. Ah, de stoef. Mooi, 16 dia's in totaal, dat is netjes. Valt niks tegen. Is mooi. Heb ik hier nog wat pijlen liggen? Ik denk het niet. Nee. Dus. Die stomme creepers hier in de buurt. Die wil ik niet dat ze bij mijn huis ontploffen. Ik weet dat ze er zijn, want ze waren hier net. Zie je wel.
Ik ga weg, creeper. Echt, als je hier ontploft bij mijn huis, vind ik dat niet aardig. Nice. Ze zijn dood. Ha. Gelukkig. Nog een paar leveltjes. Ben ik level 30. En dan ga ik even chanten. En dan denk ik ook dat ik de video weer afsluit. Oh, ik heb trouwens dit ook gemaakt. Egg warm. Tijdens de livestream. Zijn er al, er zijn er al 2 volwassen. Nice. Ah, geen. Zijn er al eggs of niet? Nope, ook nog niet. Stoute kipjes. Ja, er zijn er dus al een paar volwassen. Nice. Ze zijn al eigenlijk allemaal volwassen, zie je, zo te zien. Nou, als jullie nou eens eieren leggen, dan ga ik ze daar koppakken. Dat vind ik wel een goede deal. Dus dat is mijn iFarm. Het is gewoon een simpel designtje, gewoon net als normaal. Eigenlijk bijna alle iFarms, eggfarmpjes zitten, dus zien we zo in elkaar. Bleh, leuk praten jongen man. Ik heb echt enorm veel zin in de... Oh, ik ben al trouwens aan het uitzetten hoe ik mijn Skybase wil hebben. Ik heb echt iets super vets in mijn hoofd, dus het wordt echt super vet. En ik ga er aan verder werken tijdens de livestream, dus dat vinden jullie meestal wel leuk als ik bouw. Dus dat is misschien wel ja, een vet idee. Hebben jullie al iets gelegd? Nog steeds niet. Stoute kip. Leg eens wel eieren. Kom op, joh. Hè? Kom op, joh. Kik hem, kik hem. Kik hem zwemmen. Kik hem zwemmen. Oké. Sorry. Ik moet eigenlijk even wachten totdat iron zo gesmolten zijn. Dan kan ik wat meenemen. Oh ja, dus ik ben eigenlijk mijn pickaxe kwijtgeraakt tijdens het caven. Daar baal ik enorm van. Want die pickaxe zou ik eigenlijk ook gebruiken tijdens de stream. Dat was namelijk een best wel nice pickaxe, eerlijk gezegd. Een fishy en een breaking. Dus die is mooi om mee te bouwen, om mee te werken, zeg maar, als werkpickaxe. Alleen die ben ik nu dus kwijt. Het kreeg er ook nog eentje Fortune, daar was ik helemaal blij mee. Ik denk, wacht, die neem ik mee, dan kan ik lekker veel timers krijgen. En toen ging ik dood. En daar baal ik wel van. En zoals jullie nu zien, zit er nu geen timmermot in. Dat klopt, dat kan ik zo toevoegen. Als ik echt hout nodig heb, dan doe ik dat. Maar anders tijdens het bouwen, dan gaat dat ook in één keer weg. En dat wil ik niet. Dus vandaar, ik voeg het alleen toe als ik echt hout nodig heb. En ik heb alleen de echte timmermot nu. Gewoon de timmermot. Niet die precapitation, want die is super irritant. Want daar krijg je super lelijk post van. Ik heb nu gewoon timmermot. Ja, en daardoor heb ik nu ook al een beetje hout, zoals jullie zien. Dus dat is wel nice. Ja, ik vind het eigenlijk niet cheaten of zo. Want sommigen zeiden in de reactie, ik vind het eigenlijk cheaten. Nou, ik vind dat niet, maar iedereen heeft altijd een eigen mening, dus... Ik zit nog steeds niet in 1.5, die is nog steeds niet uit. Ik kan niet wachten totdat die uit is. Super vette update wordt dan. Dus ja, dat lijkt me wel super leuk, die 1.5 update. Met de Daylight Sensor. Kan je een dag en nacht redstone circuit maken, zodat die zeg maar aangaat, lichten aangaat als het nacht wordt en zo. Dat is super vet. Dat ga ik echt proberen om te doen. Het is niet zo heel moeilijk. Nou, nog steeds een eieren. Het schiet eens op, joh. Het is zo heel moeilijk, dus het zou makkelijk moeten lukken. Mij zelfs. Dus ja, dat is niet zo moeilijk, hè. Als het mij lukt, als iets met mij lukt met redstone, is het niet moeilijk. Oh, trouwens, die schapen heb ik niet zo gedaaid. Die zijn gewoon echt zo gespand. Dat is wel chill. Ik zit eigenlijk op zoek naar eieren. Want hier liggen, zie zijn nogal veel kippen in de buurt en die leggen altijd eieren. Hier geen eieren. Kippie, 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 kip. Oh, hier zie ik er 2 eieren liggen. En zo. Ik vat hier altijd wel eieren en dan probeer ik daar kippen uit te krijgen. Dat is een kans trouwens, 1 op 100, dat je 4 kippen uit 1 ei krijgt. Ja. Die kans bestaat er. Maar het is niet zo dat als je 100 eieren gooit, dat dan ook echt gebeurt. Wat is de kans? Dus dan kan je best 1000 eieren gooien en dan 1 keer gebeurt. Maar dan heb je maar 1% kans per ei, zeg maar.
dus. Aha, weer niks. Is dit trouwens wel goed verlicht? Nu wel. Ik hoor hier wel allemaal monsters en zo, dat is minder eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een beetje offscreen werk wat ik normaal doe. Ik heb nog niet echt een doel om aan te bouwen, omdat ik daar morgen mee wil gaan beginnen. Dus vandaar. Oeh, bijna. Bijna level 30. Bijna level 30. Ik, Popziek? Popziek. Ik eet een popziek. Dat is pols voor brood of zoiets. Heb ik van vintage beef. Dat heb ik zelf ook niet, hoor. Lol. Oh, ik wou net zeggen, dat is raar. Ik ga daar offscreen wat hout verzamelen, stenen verzamelen, van alles verzamelen. Dit is trouwens mijn branch mine hier beneden. Wee! Daar haal ik heel veel koppel vandaan. En het koppel wat ik daar vandaan heb gehaald is dit. En het is niet alleen koppel zoals jullie zien. Dit zijn ook smooth stone. En stone slabs. Of ja. Dus ja. Ik haal daar van alles vandaan, daar beneden. En ik moet nog wat meer gaan halen. Ja. Dat ga ik daar ook doen. Met mijn pickaxe. Ik hoop dat ik weer een nice enchant krijg. Als ik echt nu zo'n poep enchant krijg, dan vind ik het echt zwaar balen. Maar goed. Dit is mijn koeienfarm. Niet zo heel groot. Maar gewoon normaal. Dit is gewoon een farmpje. Het voelt alsof ik al heel lang geen episode hiervan meer heb gedaan. Daarom. Het is een beetje een lange episode dit. Misschien een beetje een saaie episode. Omdat ik niet echt iets bereik. Maar. Ja. Hier staat gewoon wheat, carrots, potatoes. Dit is mijn riet farm. Sugarcane farm. Wee. Kijk, daar krijg ik echt super veel van. Ik heb er niet echt zo heel veel meer nodig. Want ik heb al een full enchanting table. Level 30. Dus ja, ik heb het eigenlijk niet meer nodig. Maar boeien. Ik vind het gewoon bij Minecraft horen. Dus ik heb het nog gewoon steeds staan. Koeien, hou je mond dicht. Hé, hey, hier heb ik nog meer iron. Nice. Die ga ik ook even koken. Oh, ik had hier nog kool in zitten. Maakt niet uit. Ja, ik heb wel wat beef. Ik ben laatst heel veel koeien gaan slachten. Echt heel ver weg. Echt heel ver weg. Toen heb ik wat beef gekregen. Ik heb nog 4 boekenkasten. Ook wel nice. Ik heb nog wat carrots, zoals jullie zien. Nog potatoes. Baked potatoes zelfs nog. Hé, hey, ik heb nog een axe. Nice. Ja, als jullie muziek op de achtergrond horen, spijt me, dan wordt dit stukje niet geüpload, zoals normaal. Maar als ik zoiets heb van, nou, dat hoor je toch niet, dan upload ik het wel, maar mijn zusje zit namelijk muziek te luisteren. Dus, ja, en ik kan het moeilijk verbieden van, ey, nee, mag geen muziek luisteren. Dat doe ik niet, want dat is ook iets van, nee Tommy, dat gaat niet door de beugel. Kom op, bijna level 30, kom op. Hè? Ja, tijd. Op naar mijn enchanting table. Die zit hier beneden. Up. Level 30 enchanting. Wat gaan we krijgen? Wauw. Efficiency 4. Unbreaking 3. Silk Touch 1. Nice. Ik heb een Silk Touch pickaxe. Oh, nu baal ik er nog erger van dat ik dood ben gegaan. Want dan had ik een Silk Touch pickaxe. Een gewone Efficiency 3 en Breaking 3 pickaxe. Of Efficiency 4 en Breaking 3. En een Fortune 3 pickaxe. Dus dan was ik gewoon helemaal settled. Maar goed. Jammer, helaas. Maar ik ga deze wel gebruiken. Deze is wel nice. Dus, nice. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Geef hier natuurlijk een groen duimpje. Klik even op de annotaties in de outro. Als ik die hierbij heb gedaan. En dan check jullie allemaal de volgende keer. Doei!